Hallo kijkers van Gaz Games. Hier zijn we weer met Pixelmon en zoals je weet had ik de vorige aflevering een probleem met mijn Eevee. Nou start ik mijn server op. Ik loop rond. Ik zet mijn radar op Eevee en dit loopt er voor mij. Nou heb ik gelukkig nog friendballs, dus ik ga nu direct met een friendball dat ding vangen. Weet je nou? Hier. Ik ga direct met een friendball ga ik dat ding vangen. En dan kan ik misschien mijn Eevee dus ja gelijk 200 ding geven. Of 200, hoe noem je dat? Happiness. Happiness. En dan, ja. Maar ja, ik kan hem alleen niet verzwakken. Dat is het probleem. Dus ik kan nu wel mijn friendball gaan gooien, maar ja. Ik ga het gewoon proberen. Op hoop van zegen. Oh, hij is er al uit. Shit, sorry. Hoe gaan we dit nou doen? Ik ben bang dat als ik bite doe met een 19 op een 11 Pokémon, dat hij dood is. Zal ik gewoon proberen? Je kan het proberen. Oké, daar gaan we dan. Oh, hij heeft 1 AP of zo. Oké, friendball, please, ga erin. Ah, oh, nee, hij is eruit. Fuck. Nou heb ik dus geen bal meer wat zijn ding verhoogt. Ja, lafbal volgens mij wel, of niet? Volgens mij niet. Ik weet niet wat een lafbal doet, maar... Nou, is die ook uit. Wauw. Nou, dan vang ik hem wel gewoon met de normale bal. Hebben wij een suitbel? Nee, ik niet in ieder geval. En daarmee gaat zijn happiness ook hoger. En mijn Minecraft muziek staat weer aan. En dat is zwaar hinderlijk. Oké, ik heb de Eevee. Deze Eevee die is een beetje gebukt ofzo. Ik weet niet wat ermee is. Want ik kan Pokémon skillen wat ik wil. En ja, er gebeurt gewoon helemaal niks. Dus goed, we gaan de Eevee ruilen. Ik ga mijn Eevee die ik nu heb, ga ik uit mijn party gooien. En ik ga die andere Eevee er even in doen. Misschien dat het helpt. Ik zou het anders ook niet weten. Oh wacht, even de XP share bij Eevee weghalen. Zo, en dan klik, klik. Oké, heb ik een suitbel? Of hoe dat ding ook moet heten. Ik denk het niet. Niet hier in ieder geval. Toch? Nee, ik heb hem niet hier. Ook niet jou in jouw chest of zo. Nee, ik kan kijken, maar ik denk het niet. Jawel, je hebt er één. Echt? Oh. Ja. En dan geef ik die aan Eevee. Maar ja, dan heeft hij geen XP share, dus moet ik hem telkens inzetten en dan ruilen. Zo. Wat doet dat ding dan? Dat ding dat zorgt ervoor dat je meer happiness krijgt. Dus dan kan Eevee ja, sneller happiness trainen en misschien dat het bij deze Eevee wel gaat werken. Ja, ik weet het ook niet. Want Eevee heeft nu 0 happiness. Dus, nou dan ga ik Eevee even tegen deze Beedrill laten vechten en dan even switchen naar Wolverine. Oh, dat was 1 klap en Wolverine was dood. Dan gaan we het wel even met deze doen. Al doet hij niet zoveel damage op Beedrill. Zo. Beedrill dood. Eevee gaat levels omhoog. Even kijken. Kijken of hij nu wel happiness krijgt. Nou zou hij dus wat happiness moeten hebben gekregen. Oh shit, ik gooi mijn suitbel weg. Even kijken. Summary stats 32. Van 0 tot 32. Oké. Okay. En hoeveel levels waren dat? 4 levels. Dat is best wel veel happiness. Ja, inderdaad. Ik vind het alleen heel raar dat gewoon die andere Eevee geen happiness meer kreeg. Ja, dat klopt niet helemaal, denk ik. Ja, ik denk dat het een bug was van het spel. Of nou, inderdaad, wat
wat ik denk, na een bepaald level krijgt hij geen happiness meer. Maar dat lijkt... Ja, maar dan moet hij, als... hij moet gewoon happiness blijven krijgen. Ja, eigenlijk wel, maar ja, ik weet niet hoe het zit. Ik heb nu weer een level gedaan. Oh wacht, daar loopt een bos. Even die er ook nog achteraan doen. Sandshrew. Oh, hij valt mij aan, dus Eevee krijgt geen XP. Ik krijg wel leftovers. Dat staat toch wel handig. Een super potion, maar die laat ik lekker liggen. Oh, ik zit vast in het zand op een of andere manier. Oké, hier, Sand Slash. Gaan we weer even switchen. Oh shit, switch ik naar Dratini. Nou, ik krijg Dratini ook wat XP. En Sand Slash is dood. Eevee is nu level 19, hij begon op 11 en hij heeft nu 64 happiness. Oh. Dus dat gaat nog wel pittig snel eigenlijk. Ja. Ik laat Eevee nu ook de hele tijd achter me aanlopen. Oh. Wauw. Word ik aangevallen door een Sand Slash van 49 die ik net wil aanvallen. Alweer. Ja. Graveler, Switch. Even kijken en dan Giga Drain. Dan is die ook weer weg. Eevee weer level omhoog. Ah, als het zo doorgaat, dan is die, deze aflevering nog geëvalueerd. Want ik wil hem gewoon in een Espeon. Want dat is een opdracht van weet ik hoeveel terug. En aangezien ik de vorige aflevering niet voor elkaar kreeg door die rare happiness bug, ja, we moeten deze aflevering natuurlijk. Ja, zo is het. Ik heb al lang geen shiny meer gezien trouwens. Vind ik wel weer een keer tijd worden. Ik zag haar net, maar dat was jouw. Oh. Weet je dat heel zeker? Ja. Het was je... Die vis, die... Oh, die, daar kwam je op af omdat je dacht dat een... Ja. Ah, op die fiets. Nee, maar ik heb for real even geen shiny meer gezien. Nou, het is al een tijdje geleden. Oh, mijn Dratini heeft er weer. Oh, nice. Dan heb jij nu een Dragonair. Ja. Hij is niet zo heel groot, denk ik. Weet je nog hoe groot mijn Dragonite was toen? Sure. Grootste van allemaal, volgens mij. Ja, echt jongen, dat ding stak overal bovenuit. Dat was zo mooi. Ik had op een server dus zo'n Dragonite. De laatste evaluatie van Dratini. En nou echt, dat ding dat was zo groot, hè. Echt. Ik ging elke keer met mensen kijken van of naast elkaar zetten. Welke het grootste was. Welke het grootste was. En elke keer won mijn Dragonite weer. Dan zeiden mensen, ik had een large Dragonite en dan ging ik ernaast staan en gooide ik mijn Dragonite en dan waren ze van, huh, jouw is nog groter. Ah, vond ik mooi. X. Vond ik mooi. Zit er weer een boss Pokémon? Een rode Ghastly. Oh. Oh. Even wat XP hierop halen dus. Hendrik, doe je best. Hendrik. Hij kan niet tegen... bijt en zo, crunch. Ja, oké, maar dat heb ik niet. Ja, heb ik wel, maar op Pokémons die ik niet... bij je hebt. Ja, die niet zo sterk zijn om die Ghastly van 71 te killen. En hij is dood. God, wat een items. Krijg je allemaal. Ja, allemaal spul, maar ik kan de helft dan niet oppakken. Want, oh wacht, dit zand kan weg. Deze saplings kunnen weg, deze feather kan weg. Deze etter kan weg. Nou, zo. Zo goed, zo heb ik alles wel. Oké, het begint alweer licht te worden. Even Eevee achter me aanlopen. Hoeveel heeft Eevee nu? 96. Nou, dat gaat al redelijk snel. Hij is level 23. Hij begon op 11, toch? Ja. En kijken of hij nou... Nou, hij switcht niet zo belachelijk snel. Sand Slash. Hup.
Hendrik weer. Krijg ik weer wat XP. Hoppakee, Eevee level 25. Oh. Takedown voor tackle. Hop. Ah, Eevee is wel huge deze. Is wel leuk. Krijg ik straks zo'n huge espion. Zodat het wel geinig. Hey, daar zie ik een bos. Oh, een huge ass Goldeen. Oké, go Hendrik. Mega drain. Mega drain. Oh, dan moet hij zo dood zijn toch? Ja, drie keer. En Eevee is weer even omhoog. En weer allemaal spullen op de grond. Ik moet echt een keer... Stoor je spullen? Nah, geen zin in. Nou, de rest laat ik wel liggen. Carp, carp. Magical. Magical, carp, carp. Diggledee. Graveler 25, Graveler 33. Pak ik jou wel. Oké, Mega Drain. Weg, Graveler. Die Graveler 25 is te laag. Daar krijg ik 600 XP voor ofzo. Hey, Magmar. Kom hier. Ook level Magmar. 38. Oh wauw, valt hij mijn Superior aan. Oh nee, dat gaat veel helpen. Oh, en Superior doet echt 0,0 damage. Cool. Nou, ja, shit. Oh wauw. Ik dacht net bij mezelf, ik moet daar zijn Pokémon Center vinden. Nou staat er eentje voor me. Waar ben je om aan het heen lopen dan, joh? Ja, ik weet het niet. Ik ben random ergens naartoe aan het lopen. Oh. Ah, die Magmar is dood, of bijna dood. En ja, Eevee die heeft nu geen XP gekregen. Cool story. Hey, boss. Mijn item finder heeft wat. Oeh, een rode Ductrio. Oh, ik heb een Safari Ball. Nice, man. Ja, daar vind ik me eigenlijk heel blij mee, hoor. Oké, Mega Drain. Boom. Oh, wauw. Die trio gaat niet helemaal dood van mijn aanvallen. En... Hoezo? Nu heeft Superior 0 pp op alles, bijna. Dus nou moet ik hem doodmaken met Lead Sheet. Dus dat duurt wel even. Kut leven. Oh shit, hé. Ik krijg weer een heel klein beetje HP eraf. Weer een heel klein beetje HP eraf. Weer een heel klein beetje HP eraf. Sperry is dood. Ah nee, Eevee is dood. Daar ging de happiness. Ah, dat is zuur. Hij is mijn hele team aan het afmaken, joh. Oh, hé, hij is dood. Masterball. Ah, netjes. De tweede. Ja, inderdaad. Zo. Maar ja, nou is waarschijnlijk Eevee... dus een heleboel shit kwijt. Even kijken. Eevee, Shimmery, 117 heeft hij nog. Dat is nog best veel. Ja, goed, maar... waarschijnlijk had hij iets van 140 dan. En hij is alweer level 26. Echt. Dadelijk zie ik weer met zo'n Eevee die geen happiness meer krijgt. Oh nee, oh god. Hè? Gele mail tank. Oh jezus, nee. Moet ik maar alvast paraat staan voor als het niet lukt? Ja... ik hit echt helemaal niks op hem. Earthquake is eigenlijk de aanval. Dit is helemaal niks.
Juist. Maar hij is op de helft. Oh, body slam. Bijna half, bijna ik dood. Nee, je moet feiten aanvallen gebruiken op Milk Tank. Nee, die heb ik niet. Nou, mijn eerste Pokémon is dood. Oh, ik heb hier feit aanval. Amtrust. Oké, okay, nou ja, Eevee heeft 117 happiness. Kunnen we weer gaan lopen. Vervelend zeg. Echt zo'n hekel daaraan, hè. Dat dan een Pokémon doodgaat en dat je dan weer iets verliest. Body Slam heeft geen effect op Gengar. Dus je kan hem nu heel makkelijk doodmaken met je Gengar. Als hij zichzelf niet hield. Oh ja, dat kan. En als het niet out of aanvallen raakt. Want ghost aanvallen werken niet op Miltank, kwam ik net achter. En ik heb maar 8 keer payback. Dat niet al te veel hit. Nee, dat klopt. Dat hit niet inderdaad superveel. En vooral niet op hem als mijn Gengar level 35 is en deze Miltank is 93. Ja, nee. Dat duurt wel even. Dat duurt inderdaad wel een tijdje, ja, voordat je dan een beetje damage doet. Hey, hier staat een mini-mag maar. Nou. Oh god. Oh, ja, ja, daar ging er weer heen hoor. Ja, en nu? Twister. Oh, oh, hij is dus afgeheeld. Oh, oké. Okay. Ja, je mag komen als je wil. Oké, okay, ik ga het proberen. TP. Oh, nu is hij weer helemaal geheeld. Natuurlijk. Oké, okay, ik ga het proberen. Oh, de andere Milk Tank valt mij aan. Waar is die? Is hij nou helemaal hierheen gerend? Hij is achter je, denk ik. Oh, hier is hij. Is wel een gevecht, dan. Ja. Laatste Pokémon. Moet kunnen. Oh, laat maar. Oh, ik heb Gengar nog, maar die heeft geen aanvallen. En we kunnen elkaar niet verslaan, dus dit gaat eeuwig door. Ja, dan moet je rennen. Ja, als dat kan. Sowieso niet. Moet je uitloggen. Ja, ik kan niet rennen en ik, ja. Kick, moet je kick gewoon, oh, kick. Seems legit. Ik neem over. Oh nee, niet met Eevee aanvallen. Oké, okay, oh, nou dat is zit één. Zit verderop nog een bos. Wauw. Oké, okay, lead sheet op hem drukken. Kick het erin. Oké. Okay. Hij doet alleen maar Defense Curl bij mij. Ja, zo meteen als hij bijna dood is, dan gaat hij zelf ineens healen. De healbel. Ja, dat bedoel ik. Hij is dood. Man. 7k XP voor Eevee. Jemig, ik kreeg een upgrade, een Electrizer, een metronoom, leftovers. Jezus. Ja, dus alleen alles ligt hier op de grond. Kom eraan. Nou, die heb ik niet nodig, die heb ik niet nodig. Welke naam moest er ook weer eerst? Mijne toch? Ja. En waar ligt de rest van de oh, je... Oh, je hebt het al. Oké, okay, mooi. Nou goed, maar hoe gaan we nu terugkomen bij de basis? Waar zit hij? Hier zo. Volgens mij. Ja. Hey, dit heeft veel nut. Wat? Voltorb onder water. Oké, okay, 156 happiness. Getting close. Maar ja, daar gaat hij weer geen happiness meer omhoog. Dan zat ik in ieder geval closer als de vorige keer. Oh, wat? Oh, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Je loopt weer in de planes bij hem. Oh, ik zie hem al vliegen. Ja hoor. Oh, ik zie ze alle twee vliegen. Er zijn er al drie.
Ja, dat is een rare bug, man. Ik weet niet. Ja, kijk, ze vliegen echt zo hoog. Oh, nog één. Maar ze vliegen ook zo hoog, ik kan ze ook gewoon niet vangen, hè. No, oh, jezus, onze chat. GG chat. Jezus. Ja, maar... 1, 2. Ik zie er nu wel 3 vliegen. Maar je kan, ze vliegen zo hoog, je kan ook je Pokéball er niet opgooien. Oh, nog één, nog één. Het kan wel een tijdje doorgaan. Ja, de planes bij hem is gewoon echt gewoon keihard verneukt door dit. We kunnen gewoon niet met de planes bij hem in zonder dat je die meldingen krijgt. En ik kan die meldingen wel uitzetten op zich, maar ja, dan weet je helemaal niet meer. Als je in een jungle bij hem loopt of er een Mew spant bijvoorbeeld. Dus dat is ook minder leuk. Jezus, die man. Jezus. Ga er eens weg. Ik probeer het. Ga eens uit die bij hem. Oh, ik zie er nog eentje vliegen. Oh, jezus. Dit is de Attack of de Rayquaza of zo. Ja, maar ze hebben het best wel slecht gemaakt, want ze vliegen zo hoog dat je ze niet aan kan vallen. Dus je kan er eigenlijk... Jawel, dan weet je hoe je dat moet doen. Ja, op je eigen Pokémon vliegen. Ja, precies. Wat nou als je geen vliegpokémon hebt? Dan weet je wat je dan hebt. Dikke pech. Ja. Exactly. Maar goed mensen, mijn Eevee is deze aflevering dus nog steeds niet geëvalueerd. Hij komt in de buurt, ik moet nog 60 happiness. En ja, dan gaat hij wel evalueren. In ieder geval mensen, ik hoop dat jullie de aflevering weer leuk vonden. En ik hoop ook dat jullie het leuk vinden dat we de laatste paar afleveringen wat langere afleveringen doen. En ja, meer heb ik niet te melden. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Later!